David is een goeie. Ik heb een uitdaging voor u, zegt hij. En het heeft iets met uw motor te maken. Dus, hij zou best een beetje proper zijn. Dus ik moet die poetsen of van u? Het is aan het vriezen, David. Het is aan het vriezen. Dankjewel, hè. David. Hey, we zijn terug in de studio. David had een challenge voor mij vandaag. Ik had hem ooit verteld hoe dat mijn avontuur als fotograaf begonnen was. En hij had dat blijkbaar goed onthouden. Want ik moest van hem met fototoestel op de motor in 1 uur tijd een aantal foto's maken die motormagazine waardig zouden zijn. Want zo ben ik ooit als fotograaf begonnen. Dus 1 body, 1 lens en 1 flitser. Meer mocht ik niet meenemen. En ik had 1 uur tijd om enkele mooie foto's te maken. Hey, ik ben Willem de Leeuw, de man achter de camera. En de bedenker van de uitdaging is David Jacobs. Voilà David, de motor is proper. Ik ben een beetje nat, ik heb een beetje kou. Maar dat is niks. Alles voor een goede foto. Tot ziens. Ik heb het geluk om 2 Lumix G9's te hebben. En de ene heeft een fisheye. En die heb ik op de motor gezet met een ram mount systeem. Heel eenvoudig erop te draaien. En dan kan je hem positioneren hoe je wil. Dus de beelden die gemaakt zijn voor op de motor zijn gefilmd met de Lumix G9. Een helmpje, hè? Alsjeblieft. Gelukkig ken ik de buurt hier een beetje en had ik direct een idee waar ik de foto's ging gaan maken. Dus we zijn op de motor gesprongen en we zijn naar Vilvoorde gereden. Daar heb ik ooit gewoond en daar hebben we enkele leuke foto's gemaakt op 3 locaties. Foto 1. Gelukkig ken ik hier een paar leuke plekjes om een foto te zetten. Om een motor te zetten en een foto van te maken. En de zon is al tamelijk laag, het is midden in de winter, lekker fris. Ik ga gebruik maken van die zon als tegenlicht, dat is altijd mooi. De eerste foto hebben we gemaakt op een veldwegje langs het water met een uitgestrekt landschap. De zon ging al onder en was heel mooi licht, dus dat hebben we gebruikt. Op de eerste locatie heb ik een aantal detailfoto's van de motor gemaakt, want die worden ook altijd gebruikt in een motormagazine. Oké, we zijn aangekomen op de tweede locatie, maar de zon is al serieus aan het ondergaan, dus het wordt donker. Ik ga een beetje neplicht gebruiken. Ik heb geen statief mee, maar dat mocht niet. Dus ik zet hem gewoon op de grond. En het kasteel is achtergrond. De tweede foto hebben we gemaakt op domein 3 Fonteinen in Vilvoorde. Dat is een oud gebouw dat trouwens nog altijd in gebruik is. Maar dat vond ik een goede locatie om een foto te maken. Het werd al behoorlijk donker, dus ik heb de flitser moeten gebruiken om iets meer licht te geven. Maar dat mag en dat is een klein beetje mijn stijl om foto's te maken. Locatie nummer 3. De zon is bijna onder. Ik ga de lichten aanlaten voor een beetje een meer dramatische foto. De derde foto hebben we gemaakt toen de zon al bijna helemaal onder was, op een veldweg. En ik heb de lichten van de motor aangelaten en de fietsen langs achter gezet. Dat was trouwens een tip van David, dankjewel David. Want ik denk dat die foto zeker in de reportage te zien zal zijn. Voilà, deze reportage zit er alweer op. We hebben een keer mooie foto's gemaakt, maar zoals steeds ga ik die mooie foto's verbeteren in Lightroom. Ik ga ze ontwikkelen. Zo kan ik van mooie beelden fantastische beelden maken. Vond je deze video leuk? Geef ons een duimpje hieronder. Abonneer zeker op ons kanaal, zo mis je de volgende video niet. Want daarin gaat het heel, heel stil. Panasonic.